Uit een onderzoek van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij blijkt dat er in Nederland jaarlijks zo'n 15 miljoen siervissen, 250.000 exotische vogels, 50.000 reptielen en amfibieën en 1.000 exotische zoogdieren legaal worden geïmporteerd. Geschat wordt dat er ook nog eens zo'n 88.000 beschermde dieren illegaal het land binnen worden gebracht. Veel dieren sterven tijdens deze illegale transporten. De dieren die bij controles levend worden aangetroffen gaan naar opvangcentra. We hebben een opvangcentrum voor uitheemse dieren. Dit soort dieren horen natuurlijk niet in de huiskamer. Dit soort dieren horen in een grote groep apen door de jungle te slingeren. Of we ze dat terug kunnen geven, weet ik niet zeker. Maar wat we in ieder geval kunnen doen, is van dit soort dieren weer sociale dieren maken. Soortgenoten erbij zoeken en dus kijken of je daar weer een groep van kunt maken. Kijk, in zo'n doosje worden die dieren dan gesmokkeld. Dit doosje komt uit een Zuid-Amerikaanse vlucht. De smokkelaar die was slim genoeg geweest, die had er een kerstpapiertje omheen gedaan. Dus het pakje was ingepakt met kerstballen en met kerstbomen. En daar had hij dan een gat in gemaakt. En onderweg dan druppelde die slaapmiddel in dat doosje, in het aapje. En dat aapje dat lag dan dus snakkend naar een beetje vocht, lag dan zo met zijn mondje open. Dan kreeg hij een paar druppels slaapmiddel erin. En dat dier bleef dus de rest van de reis doodstil. Het aapje is hier aangekomen. Hé, kom eens kijken. En is nog een week nadat hij is aangekomen in coma gebleven. Want ja, zoveel slaapmiddel kan zo'n klein aapje niet verwerken. Toen ze eenmaal bijkwam, toen was ze nog helemaal duizelig en kon ze eigenlijk niet meer goed coördineren. Dus we hebben haar Dizzy genoemd. Dit is onze Dizzy. Dizzy zal zeker niet het laatste slachtoffer zijn. Daarvoor is de winstmarge te groot. Uit cijfers van het Wereld Natuurfonds blijkt dat er elk jaar wereldwijd 10 miljard gulden omgaat in de illegale handel in exotische dieren. Zulke dieren worden gekocht voor een tientje in Zuid-Amerika en zijn hier in Nederland voor de particuliere handel enkele duizenden guldens waard. De winstmarge is dus zo groot dat het de moeite loont om daar iets bijzonders voor te bedenken. Dus we maken ook de raarste dingen mee in plastic mandjes, in kratjes, in koffers, in plastic zakken dichtgenaaid, in plastic kokers. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Als er een dier in past, dan zul je daar smokkel in tegenkomen. Het is te bizar voor woorden. En de dierentransporten, legaal en illegaal, zullen voorlopig niet afnemen. Integendeel, want de vraag naar exotische dieren blijft toenemen. Dat merken ook de dierenwinkels. Steeds meer mensen willen een papegaai, hagedis of slang als huisdier. De laatste jaren begint de populariteit van de slangen en de reptielen behoorlijk toe te nemen. Van vroeger was het altijd eng, griezelig en glibberig. En ja, de laatste jaren door de betere voorlichting. En ook doordat er meer winkels zijn die het gaan verkopen, begint het engerheid begint er een beetje af te raken. En daardoor merk je van dat verkoop dat langzaam maar zeker toch een beetje de hoogte in gaat. De landelijke dierenbescherming voert al actie tegen de smokkel van exotische dieren. Maar die acties worden uitgebreid naar de legale handel. Want de toenemende populariteit van exotische dieren als huisdier baart de dierenbescherming grote zorgen. We willen niet alleen de illegale handel aanpakken, maar ook de gewone import van exotische dieren. Ieder jaar worden er miljoenen vissen, honderdduizenden vogels en tienduizenden reptielen en amfibieën ons land binnengebracht. En die dieren gaan over het algemeen een vreselijke dood tegemoet. Of ze worden op een vreselijke manier, op een ondeskundige manier gehouden in kooien en in aquaria. Hagedissen tot zo'n 40 centimeter worden veel verkocht. Maar ook de grotere soorten zijn populair. Net als vogelspinnen en slangen. Vaak worden ze in een opwelling gekocht. Ik denk dat vaak de mensen niet weten waar ze aan beginnen. Dan hebben ze iets gezien op tv of in een film. Of bij kennis of vrienden wat gezien. En dan is het vaak van, dat wil ik ook hebben. Vooral een groene lege waan is dat heel vaak. Een heleboel speelfilms, dan zie je iemand met een grote lege waan op zijn schouder. Van ja, dat ziet er heel leuk uit. Van ja, die mensen komen dan hierheen, die willen dat ook. Van als alternatief voor kat, van omdat ze het gewoon spectaculair vinden. Maar vaak weten ze niet wat dat qua verzorging en qua ook wat ik zeg met de groene lege waan, hoe grote bak ze nodig hebben en wat er voor de rest allemaal bij komt kijken.
Maar ja, vaak is het zo van het moment dat je het adviseert van dat die beesten erg groot worden, dan haakt gewoon 9 van de 10 mensen haakt dan af. We starten een voorlichtingscampagne om mensen in te laten zien waar ze daadwerkelijk aan beginnen. Je ziet dat mensen in opwelling vaak beginnen aan papegaaien, aan reptielen, aan krokodillen of aan schildpadden. En dan blijkt dat ze bijvoorbeeld na een jaar of na anderhalf jaar gewoon uit de kooi groeien of uit het aquarium groeien. En ik heb van de week nog meegemaakt dat er een echtpaar met tranen in de ogen kwam afscheid nemen van hun papegaai en in een van de opvangcentra kwam brengen. Omdat dat dier de hele dag schreeuwde, zich kaal plukte, gewoon omdat hij vereenzaamde in de kooi. En dat is beter om dat soort dingen te voorkomen. De voorlichtingscampagne van de dierenbescherming richt zich niet alleen op het publiek, maar ook op de politiek. Want de wetgeving op het gebied van dierenhandel is te ingewikkeld en onduidelijk en dat werkt misstanden in de hand, aldus de dierenbescherming. De aangepaste wetgeving moet ook voorkomen dat een krokodil gewoon in de winkel te koop is. In principe, als ik bij ons een krokodil wil bestellen, is dat mogelijk, maar met met de voorlichting die ik erbij geef en de indruk die ik van de klanten krijg van hoe ze erop reageren, of ze inderdaad heel goed weten waar ze aan beginnen, vandaar laat ik het een beetje van afhalen of ik het wel of niet bestel. En dan maar hopen dat het dier niet, zoals dit exemplaar, in een dierenopvangcentrum terechtkomt. Dit was het weer.